Mihad, gefeliciteerd met deze overwinning. Het was een moeizame overwinning, hè? Moeilijk. Ja, heel moeilijk. Moskron heeft heel goed defensief gespeeld. Met de hele ploeg achter de bal. En dat was echt moeilijk. Maar wij hebben de hele wedstrijd onder controle gehad. En ik denk verdiend gewonnen. We hebben gewonnen dankzij een penalty doelpunt van onze topscorer. Aan hoeveel zit je nu? Ah, ik weet het niet. Ik denk 7. 7, ja, in de competitie 7. Jij wordt de specialist van de Belgische competitie? Ik weet het niet, maar ik ben gelukkig dat wij de 0 teruggehouden hebben. En voor mij dat is het belangrijkste. Ik kom nog even terug naar die penaltyfase. Wordt de druk niet altijd groter als je, ja, je mag niet missen? Ja, ja, dat stimt. Maar ja, ik probeer om me alleen op de strafschop te focussen. En het lukt tot nu. We hebben de 3 punten. We blijven in de running voor play-off 1. Volgende week is er een belangrijke wedstrijd, de sleutelwedstrijd wellicht. Hè? Ja, ja, in Charleroi. Het zal heel moeilijk zijn. Maar we gaan daar om 3 punten te halen. En ja, we voorbereiden goed deze week de wedstrijd. Je volgt de resultaten van Charleroi en Racing Genk op de voet nu vanavond en morgen? Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ik weet niet hoe goed je bent in wiskunde, maar probeer eens in percentage uit te drukken onze kansen op play-off 1. Ah, heel moeilijk. Ja, ik ben aan het denken alleen op de volgende wedstrijd. En niet te veel nadenken op wat kan zijn. Maar alleen op de volgende wedstrijd. Mag ik je tot slot feliciteren met je voortreffelijke Nederlands? Nee, ik moet nog verbeteren. En, ja, ik zal nog studeren en herleren. Maar, ja. Oké, dank je.